Yo yo yo, mijn naam is Rantos en welkom bij deze gloednieuwe video, jongens. In de vorige aflevering waren we hele rijke Tata's geworden bij de rijke Tata BV, want we hebben daar de money cheat gedaan via de cheat engine. En vandaag uh, gaan we ook ons XP cheaten. Dus uh, laten we beginnen, jongens. Uh, eerst waar je voor moet zorgen is natuurlijk dat je minimaal drie cijfertjes aan XP hebt. Start je net een nieuw account en heb je nog geen drie cijfertjes hier staan, dan moet je even één of twee jobs doen, afhankelijk van de, uh, de afstand uh, dat de job is. Maar nou in ieder geval, je moet er gewoon voor zorgen dat je hier drie cijfertjes hebt staan. En dan uh, gaan wij nu door naar stap 2. Yo jongens, welkom bij stap 2. Dit is Cheat Engine. Mocht je het nog niet hebben, ik zal ervoor zorgen dat de link weer in de beschrijving staat. Zodat je deze kan downloaden en installeren. En als je klaar is met installeren, dan ziet het er zo uit. En dan wat je nou moet doen, is je gaat linksboven op de computer klikken. Vervolgens zoek je Euro Truck Simulator 2 en klik je op open. En dan uh, kunnen we beginnen met de eerste drie cijfertjes in te vullen van ons XP. En dat is uiteraard 352. En nogmaals jongens, zorg ervoor dat je minimaal een XP hebt met drie cijfertjes, want anders gaat dit niet lukken. Oké, okay, vervolgens klikken we op first scan. En zoals je ziet, hij heeft er uh, meerdere zoekresultaten gevonden. Dus uh, we kunnen nou nog niet gaan cheaten, dus we moeten weer terug naar Eurotruck om al die getallen... Te veranderen en te zorgen dat deze lijst kleiner wordt. En dat kunnen we maar op één manier doen. En dat laat ik jullie zien in stap 3. Let's go. Oké okay jongens, welkom terug bij stap 3. Uh, de laatste stap is uh, dat we nu hebben, onze, uh, we hebben ons nummer ingevoerd. En uh, we hadden heel veel zoekresultaten. Wat we nu moeten doen is we pakken een nieuwe vracht. Ik heb de, de kosten gepakt. En dat is van uh, Liel naar Dover. Dus uh, dan gaan we nu uh, deze vracht doen. En dan zal aan het eind van de rit ons XP weer gaan veranderen. Dat betekent dat de zoekresultaat kleiner gaat worden. Dus uh, ik zal jullie de rit besparen. En dan zie ik jullie aan het eind van deze rit. Yo jongens, welkom terug. We hebben zojuist onze job voltooid. En je ziet dat we daar nou al heel wat meer XP erbij hebben gekregen. Dus uh, klikken we op doorgaan. En dan zie je dat we een heel ander nummer hebben. Dat betekent dat we nu weer terug kunnen naar de cheat engine voor de laatste stap, stap 4. Let's go. Oké okay, jongens, welkom terug in Cheat Engine. Zoals je kan zien hier was de laatste scan van ons 352. Dat was de XP dat we hiervoor hadden. En momenteel zie je rechtsboven dat we nu op 532 zitten. Dat betekent dat we daar nou gaan invoeren. En dan uh, vervolgens klik je op Next Scan. En als het goed is uh, zul je zien dat het kleiner wordt. En uiteraard wordt die kleiner. Dus wat we nou doen, jongens, is uh, we klikken, druk op Control, Selecteer deze twee. Vervolgens klik je weer op het diagonale pijltje rechts naar beneden. En vervolgens selecteer je deze ook weer. Op dezelfde manier. En dan doe je rechtermuisknop. En dan change record. En dan value. En vervolgens typ jij bijvoorbeeld allemaal negen in als jij dat wil. Vervolgens klik je op oké. Okay. Ga je terug naar Eurotruck. En als je nou bijvoorbeeld eventjes op de arbeidsmarkt klikt: vrachtcentrum. En weer terug gaat. En zoals jullie nu kunnen zijn jongens, zijn jullie een goddelijke kampioen met een level van 207.377. Wat je nu nog kunt doen, jongens, is: uh, je gaat naar je vaardigheden. Want die kun je natuurlijk nu ook trainen. Want je hebt nu uh, alle levels uh, die je kunt hebben, kun je, heb je behaald. Dus je kunt alles omhoog gooien. Je rijdt milieuvriendelijker is vooral belangrijk. Qua, qua geld en zo. Uh, maak het nou niet meer uit, want dan heb je allemaal gecheat. Maar milieuvriendelijk rijden. Schildje weer brandstof. Kun je langere rit rijden. En dan volg ik op toepassen. En heb je nou je account volledig geunlockt. Qua levels en qua geld. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat deze video iets uh, voor jullie is. Laat het even weten in de comments wat je ervan vindt. En dan uh, zie ik jullie graag terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Later.